Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag doe ik mijn AliExpress shoplog. Ik heb een tijdje geleden heel wat dingen besteld bij AliExpress. En daarvan neem ik een shoplog op. Dit is het eerste deel. Er komt ook nog een tweede deel. Maar ik wou deze video niet te lang maken en aangezien dat ook heel veel tijd tussen de verschillende pakjes zat, dacht ik, waarom splitsen we hem niet gewoon op? Het eerste pakje die ik eruit haal is dit pakje. Even openmaken. Die openmaakskills komen hier wel van pas. Die ik niet heb. Want ik heb het hele pakje gescheurd. Dit is een tussenhoes. Ik heb zowel wat kussengoes besteld voor later. Oh, die is echt even mooi als op de site. Kijk, mooi. Die staat echt super leuk staan. Mijn interieur later. Wat plantjes. En het is zo'n jutezakkenstof. Dus zo'n zakstof waar je vroeger zat in te springen. En hoe gaat die open? Ah, waar is die opening? Oké, dat is. Waar moet ik mijn kussen in steken? Zien jullie die? Ah, hier is er een rits. Wauw. Rits was onzichtbaar. Heel leuk. Als volgende dit. Hoe dit gepakt? Dat vind ik wel leuk. Het zijn twee dingen die ik kocht bij eenzelfde verkoper. Deze doet mijn kamer echt al een paar dagen heel goed gebruiken. Wauw, dat is goed verpakt. Eerst hierin, dan hierin, nu nog eens hierin. En dan nog in een... En deze. Ik ga hem niet volledig uit plastic halen. Zo, ik had een paar bedbombs besteld, omdat ik mij heel leuk leek om daar een bad video van op te nemen. Een bad met AliExpress. Deze zijn wel een stuk kleiner dan dat ik verwacht, want kijk. Echt heel erg klein. Maar geen probleem. Volgend vakje, deze moest ik open doen. Om te checken of wel alles was toegekomen. Ik heb gewoon zeg goed received en dan de helft bleek achter. Dit had ik eigenlijk gekocht helemaal op een eerste indruk video. Dit is een brow pencil. Met super schattig eentje op. Ja, linkjes naar alle producten zet ik hieronder. Behalve als ze niet meer te koop zijn natuurlijk. Dit is een mini oogschaduwpalet. Dit is zo een kat stencil. Als je vaak op Facebook van die beauty dingetjes volgt, heb je dat zeker al gezien. Dit is zo'n stencil waarmee je heel gemakkelijk je eyeliner en zo kan zetten. En elke kat heeft 5 of opties, denk ik. Ook dit wil ik heel graag testen in een eerste indruk video. Net als deze lipjes. En deze. Face poeder. Ook van een ducky. Dus laat het gewoon graag even weten in mijn bolletje of dat jullie dat leuk vinden.
Deze ruikt ook heel goed. Dus dit is waarschijnlijk ook om een bathbomb die ik heb besteld. Voor diezelfde video. En kijk. Je kunt zien dat deze wel iets minder goed verpakt dan de andere. Deze is een kartonnetje. Wel iets professioneler, precies. Zo. Openmaken. Ah, toch wel goed verpakt, want het zit nog in een... is hij moe. Wat? Deze is ook groter dan die andere, kijk maar. Super mooi, ik kan niet wachten om deze in het bad te gaan gooien. Dus als jullie graag willen dat ik dat op camera doe, laat het dan zeker even weten. Ik heb nog 3 pakjes voor deze shoppen. Ik ga ze allemaal even openmaken. Deze zijn vandaag nog toegekomen. Ik denk dat het make-up setje het snelst was. En dat is wel ambetant. Want ik was wel heel erg benieuwd daarnaar. Omdat ik super graag bak, heb ik ook wel bakspulletjes gekocht op AliExpress. Zoals deze cookie cutter van Mickey Mouse. Heel erg fijn. Disney. De randen lijken scherp genoeg om een koekje te kunnen snijden. Hopelijk kan ik er veel mee maken. Even kijken hoe ik dit open doe. Sommige pakjes zijn zo moeilijk open te maken van Ali. Oh ja, ik had hoesjes besteld ook. En deze is eentje. Dit is een doorzichtig Harry hoesje met Hedwig erop. En een aantal boeken. Dove boeken. Ik ga deze echt meteen op mijn gezin doen, als je past. Het voelt niet al te cheap. Wat ik nu mee heb gedaan. Ik heb geen idee. Ah, hier. Momenteel zet er dit goedje af. Ook eentje van Ali. Wel iets raars. Je hebt zo hier. Dit is voor het voor de stekker. En hier voor de oortjes en ik vind raar dat dat geen goed had is. Maar je past wel perfect. Oeh. Het is niet helemaal doorzichtig. Kijk, je hebt hier een soort strepen. Beurt. Ik vind hem wel. Ah. En tenslotte dit pakje. Oeh.
Dit is voor mijn letterbox. Een DIY decorative cards voor cinematic light. Ik hoop dat ze pas echt. Ik hoop het. Dat was mijn grootste angst. Kijk hoe leuk. Oei. Ah, het zit nog een velletje over. Grappig. We gaan het even kijken of dat deze wel effectief past in een lightbox. Of dat ik deze kan aanraden of dat ik gewoon te stom ben geweest. Dit is mijn lightbox. Die bolt nog wel. Ik weet niet of dat aan mij ligt. Ik ga nog eentje proberen. Ze lijken even rood als die andere, maar toch heb ik meer moeite om ze erin te stoppen. Ja. Ja, echt bollend. Zullen ze dan toch een paar millimeter te groot zijn? Het moet haast wel. Ja, heel klein beetje te groot, zoals je kunt zien. Of niet, totaal niet kunt zien. Ik weet niet hoe dat ik dat ga oplossen. Dat is wel echt heel jammer. Ik vind het wel heel leuk. Het zijn zo allemaal leuke letters en symbooltjes. Ik kan niet wachten om deze in mijn lightbox te doen, maar het is wel echt irritant als ze net te groot zijn. Ach ja, dit was het dan voor deze shoplog. Geef een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Vergeet zeker niet in mijn polletjes te stemmen wat jij wil zien en in bad. En of een eerste indruk. En like als je de volgende shoplog ook wil zien. Doedels!